Zo, de taartvorm. Die is nu klaar. Ik ga er zo'n chocoladetaart in bakken. Het recept staat in het kookboek. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon de springvorm gebruiken, maar ja, dit vind ik wel grappig. De taart kan je ook versieren. Dat kan je ook met krullen doen of andere vormpjes. En dat doe je bijvoorbeeld met marsepein. Dat ga ik zo laten zien hoe je marsepein moet maken. Ik ga nu 100 gram amandelen gebruiken en daar doe ik 10 bittere amandelen in. Dit is natuurlijk geheel smaakafhankelijk. Ik hou gewoon van een hele uitgesproken amandelsmaak, dus ik doe er 10 in op 100 gram. Sommige mensen vinden dat te veel. Ja, sommige mensen vinden dat te weinig. Je moet het zelf maar uitvinden wat je lekker vindt. Ik ga dat doen in de keukenmachine. En waar je dan heel erg voor moet oppassen, je moet als je amandelspijs maakt nooit te veel tegelijk in de keukenmachine doen. Want dan moet je namelijk heel lang draaien voordat het een mooie massa is. Want we gaan straks die amandelen met de suiker in de keukenmachine met het mes doen. En dan ga je kijken en dan zie je dat alles tot poeder vermalen wordt. En dan ga je druppelsgewijs water toevoegen, net zolang totdat een bal ronddraait eigenlijk in die vorm. Doe je nou heel veel tegelijk, dan moet je heel lang draaien. En wat gebeurt er dan? In de amandelen zit heel veel olie. En die olie sla je er als het ware met het mes gewoon uit. En dan krijg je een hele olieachtige substantie en dat wil je niet. Want je wil mooi soepel balletje marsepein hebben. Dus doe het dan in porties. Dat is gewoon een beter idee. Als je overigens dat marsepein hebt, dat heel erg olieachtig is, dan, ja, je kan het dan gebruiken om een bodem van een taart. Of je kan er nog een beetje extra poedersuiker aan toevoegen. Dat herinnert mij eraan dat er ook verschillende gradaties zijn in zoetheid in marsepein. Bijvoorbeeld in Duitsland gebruiken ze veel minder poedersuiker in hun marsepein. Soms maar de helft. Dus dan heb je dus 2 op 1. 2 amandelen, 1 suiker. En bijvoorbeeld Sicilië, waar ze die schitterende vruchtjes maken, daar gebruiken ze juist weer meer suiker in een marsepein. Nou, ik ga nu afwegen. Hier heb ik de weegtegel, hier heb ik de keukenmachine met het mes. Dat zet ik ook vaak in het kookboek. Zet het ding in zijn geheel erop. Dan hoef je niet later, als je amandelen in het mes er zo in te draaien. Nu, nou, dan zet je hem nu op 0. En dan ga ik eventjes wegen. Zo, 100 gram. Nou, daar gaat dus 100 gram suiker in. En ook een beetje zout. Dat geeft wel een echte oppepper aan het marsepein. Maar eigenlijk, je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn, want anders eindig je met overal zout in doen. Eigenlijk is dat ook niet heel verstandig. Mijn zout staat hier. Snufje zout. Nou, hier gaan de 10 bittere amandelen gaan erin. En dan gaan we draaien. Dat maakt natuurlijk een allerjezus lawaai. En dan ga ik erbij staan met een beetje. Goed. Nou. Het is een heel mooi, lekker soepel. Iets aan de vochtige kant. Maar nee, het is, eigenlijk is het perfect. Zo. Je kan nu ook voor taarten kan je er een kleurtje aan geven. En wat je ook kan doen, je kan het gevulde marsepein maken. Dat is ook heel erg lekker. Dat doe je bijvoorbeeld gebrande hazelnoten, een hele klein stukje citroen doorheen. Een heel sinaasappelschil. Nou, weet ik wat, klein stukje chocola. Dit is hem. Het is heel verstandig om dit even een paar dagen voordat je het gaat gebruiken klaar te maken. Want dan moet toch een klein beetje fermenteren. Dan wordt de smaak gewoon beter.